If ING wants to be a banking leader in fighting climate change, then why are we still financing fossil fuels? Yup, it sounds strange, but let me explain. Wow, that sounds like ING is doing great things for our future. Ja, dat valt dus helaas wel mee. ING is nog steeds met afstand de grootste fossiele bank van Nederland. Kijk maar. ING zorgt er met heel veel geld voor dat er nog steeds meer en meer steenkolen, gas en olie de lucht in gaan. En ze willen daar nog decennia mee doorgaan. Ja, ik kan het helaas niet leuker maken. ING zorgt met zijn geld voor de fossiele industrie voor, even kijken, bosbranden, droogte, overstromingen, mislukte oogsten. En niet over 10 jaar, maar nu. That sounds very ongezellig. Maar ING steekt toch allemaal geld in windmolens en zo? Ja, dat zeggen ze. En ze doen ook heus hun best. Maar het overgrote deel gaat nog steeds naar steenkolen, olie en gas. En in tegenstelling tot wat ze zeggen, steken ze daar nog steeds nieuw geld in. Kijk, investeren in duurzame energie heeft niet zo heel veel zin als je tegelijkertijd 3 keer zoveel geld blijft steken in fossiele brandstoffen. Vergelijk het met een dieet. Af en toe een beetje sla eten heeft niet zo heel veel zin als je zelf tegelijkertijd dwingt om elke dag 5 hamburgers te eten. Ja, ik zei het al, ik kan het niet leuker maken. ING doet vervelende dingen met ons geld. Nou, gelukkig niet met mijn geld, want ik zit niet bij ING. Ja, helaas toch wel. Eigenlijk is iedere Nederlander klant van ING. We maken namelijk elke dag geld over naar ING-rekeningen. Goede doelen, bedrijven, zelfs de hele Nederlandse Belastingdienst. Uiteindelijk gaat dus ook jouw geld als CO2 de lucht in. En dat betekent bosbranden, droogte, overstromingen, mislukte oogsten. Is er nou helemaal geen goed nieuws? Ja, er is wel goed nieuws gelukkig. Want ING kan namelijk kiezen om te stoppen met het financieren van steenkolen, gas en olie. Het is helemaal niet zo dat er dan morgen opeens geen benzine meer uit de pomp komt. Daar willen ze ons bang mee maken, omdat ze zelf bang zijn dat ze niet nog decennia miljarden winst kunnen maken. Maar ING hoeft niet bang te zijn. Er is een wereld te winnen als ING kiest voor een leefbare planeet. En niet over 16 jaar, maar nu. Omdat het niet anders kan. ING, doe je ding.